Het fietsverhuursysteem van Filo is met zijn meer dan 20.000 abonnees een groot succes in onze hoofdstad. Toch krijgt exploitant JC Deco de laatste tijd steeds meer kritiek te slikken. Gebruikers van de gele fietsen klagen namelijk over lege of soms overvolle standplaatsen. JC Deco begrijpt hun frustratie en werkt aan oplossingen. Het principe van Filo is eenvoudig. Je neemt een fiets in het ene station en laat hem daarna achter in een van de 180 andere standplaatsen die het Brusselse gewest telt. Maar wat als je de tweewieler niet kwijt kan aan een station waar je aankomt? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, je vais devoir trouver une autre station tout près. Je crois qu'il y en a une pas loin et je vais aller voir en espérant qu'il y ait de la place là-bas. Ça arrive souvent. Oui. Mais c'est embêtant. Un peu. Ici ça va parce qu'il y en a une tout près, mais sinon il faut aller plus loin et c'est ennuyant. Oui. C'est pas pratique. Maar wat moet je doen als je aankomt in een station waar geen fiets beschikbaar is? Je sais pas parce que là-bas il n'y en avait pas non plus. Je vais aller voir, il y a une station, mais je vais quand même marcher 500 mètres encore. Je vais voir si là il y a des vélos. Sinon, à pied ou je vais prendre le métro, le bus, pas le choix. Je préfère le vélo, mais des fois ça arrive quand même quelques fois, il n'y a pas de vélo et c'est assez ennuyant quoi. Des fois je trouve même pas de place pour les garer, mais là maintenant il n'y a même pas de vélo. Alors ça m'ennuie quoi. Exploitant JC Deco heeft een simpele verklaring voor het probleem. We hebben dus een bijzonderlijke stad met een bijzonderlijke topologie. En dus het is waar dat we een aanmerkelijke stroming zien van de bovenstad naar de benedenstad. Van de bovenstad bijvoorbeeld aan stations zoals Kunstwets, Wets of Les Broussards op de Louisalaan. En die gaan dan vooral naar de benedenstad, naar stations zoals de Broekaire, Beurs. Dat zijn stations die vaak vol zijn. Welke maatregelen nemen jullie om lege stations tegen te gaan? Sinds eind september hebben we nu ook een nachtploeg ingezet die eigenlijk ons... Dus tijdens de nacht kunnen we gemakkelijker reguleren omdat er dan minder verkeersproblemen zijn.